Hallo iedereen, mijn naam is Tim. Vandaag staan we in Den Haag. En we gaan aan de mensen vragen wat ze denken over het leven in Nederland. Laten we beginnen. Wat is uw mening over het leven in Nederland? Het leven in Nederland, ik vind het perfect. Ja, ik ben er heel gelukkig mee. Wat moet ik er nog meer over zeggen? Ik geef het een 9,5, 10, zoiets. Wat is er zo goed dan? De vrijheid die we hebben. Het respect wat we over het algemeen voor elkaar hebben. Dat we in het algemeen in een erg goed land leven. We hebben genoeg sociaal vangnet. De gezondheidszorg is goed. Onderwijs kan beter, maar is ook niet heel slecht. Dus we zeuren heel veel, maar het is al met al een goed land. Wat is uw mening over het leven in Nederland? Nou, prima. Uitstekend. Waarom? Kunt u dat onderbouwen? Nou, ik ben blij dat ik hier geboren ben. Ja, we hebben hier gewoon, het is gewoon goed geregeld hier. En je hebt alle kansen als je die kan pakken. Zeg maar. Natuurlijk is het natuurlijk wel ongelijkheid, dat soort dingen. Maar ja, als je, ja, je hebt alle kansen kan je krijgen om te groeien, zeg maar, om dingen te bereiken. Nou ja, er zijn natuurlijk plus- en minpunten, zoals in elk land. Er zijn veel gelijke kansen over het algemeen voor dus iedereen heeft, bijna iedereen heeft de mogelijkheid om hier mee te doen aan het onderwijs. Dus het is heel toegankelijk. Dat is in heel veel landen is dat niet zo. En dat is dus iets dat heel goed is in Nederland. Oké, nou, jullie mening over het leven in België? Duur op dit moment. Ja, ja, heel duur. Wie zei in Nederland niet zo duur? Wat is er precies dan duur dan? Woningen of alles gewoon? Alles. Energie. Elektriciteit. Woningen. Supermarkt. Alles is heel duur. Ja. Behalve studeren. Ja. Dat is ook de reden dat er veel Nederlanders naar België komen, denk ik, om te studeren. Ja. Maar dat is het enige dat goedkoop is, denk ik. Studeren. Ja. Studeren. Bij ons is, denk ik, inderdaad ook alles duur. Behalve de supermarkt. Dat is wel goedkoop. Ah ja, oké. Okay. Ja, dat is waar. Er komen heel veel Belgen naar Nederland voor te winkelen. Ja, voor te winkelen. Die steken daar weer de grens over. Ja. Ja, dat is inderdaad waar. Maar gewoon een half uur van Zundert, dus dan gaan wij nogal heel snel naar de Albert Heijn in Zundert. Omdat dat goedkoper is dan bij ons. Ik vind het fijn om hier te leven. Het is veilig en het is best wel een rijk land. Maar het eten valt een beetje tegen. Het is vaak duur en niet even lekker als in andere landen. Dus vaak reis ik naar het zuiden of naar het oosten om lekkerder en goedkoper te eten. Maar Nederland nogmaals, kijk naar de treinen, de universiteiten, de ziekenhuizen, de autobanen. Het reed allemaal perfect. Dus ja, in dat opzicht is het een land wat heel mag aangenaam leven en makkelijk leven. Dat is een goed leven. Want? Want? het is goed omdat je... Eigenlijk kan je alles doen wat je zelf goed vindt. Is niemand die voor jou bepaalt wat je moet. Nou, Nederland is over het algemeen een leuk land. Je hebt ook twee verschillende aspecten. Je hebt natuurlijk het leven van de grote stad, van de moderne technologische stad. Maar je hebt ook natuurlijk de optie om een beetje landelijker te leven. Er zijn super leuke natuurlijke gebieden met boerderijen, met dieren, van alles. Dus er is een beetje voor iedereen. Wat is jouw mening over het leven in Nederland? Ik vind het leven hier in Nederland prima. Ik bedoel, het is heerlijk. Wat dat betreft hebben we veel vrijheden. Zeker vergeleken met andere landen. Je mag zeggen en doen wat je wil in principe. Binnen de wet natuurlijk. Dus nee, ik heb het heel erg. Ja, gewoon prima. Top. Het leven in België is ook leuk. Het is iets minder druk als hier. Iets minder gehaast. Maar voor de rest is het eigenlijk heel gelijkaardig aan het leven in Nederland, denk ik. En zijn er misschien tips die je zou geven aan iemand die nu aan het luisteren is en die ooit misschien naar Nederland wil verhuizen? Nou, sowieso Nederlands leren. Dat is het eerste natuurlijk. Mee eens. Want het is natuurlijk wel, veel Nederlanders spreken Engels. En ze spreken misschien ook wel goed Engels, maar als tweede taal spreken ze ook Engels. En daarom is het nog altijd belangrijk om gewoon Nederlands te leren. En daarom kunnen mensen dus ook gebruik maken van onze video's. En ze kunnen ook eventueel lid worden van Easy Dutch. En dan krijgen ze toegang tot de extra materialen die wij maken voor onze leden. En dan kunnen ze dus daarmee hun Nederlands ook verbeteren. Zodat ze hier beter geïntegreerd raken. Hoe kunnen mensen lid worden van Easy Dutch? Ze kunnen de links vinden of hier of in de beschrijving. Er is helemaal niks mis.
Ja, altijd. Maar daarom hebben we ook verkiezingen, hè? Binnenkort. Dan kunnen we ergens over praten, kunnen we stemmen. Want natuurlijk hebben we altijd wat, maar het is toch geweldig hoe we met elkaar omgaan hier. En natuurlijk zijn de kansarmen. Natuurlijk is het natuurlijk wel een andere kant van de samenleving. Alleen, ja, je moet er wat van maken. Dat is het eigenlijk. Dus als je de kansen grijpt, dan moet alles goed komen? Dat wil ik niet zeggen, maar ja, als je optimistisch blijft en bent, dan kan je best wel vooruit. Dat kan kloppen, ja. Zijn er geen slechte dingen dan? Jawel, natuurlijk zijn er slechte dingen. Onverdraagzaamheid, bijvoorbeeld. Niet met elkaar willen omgaan. Okay. En er zijn verder geen grote minpunten in België? We hebben moeite om beslissingen te nemen, ik zal het zo zeggen. Dus dan zijn er dingen die heel traag gaan, daardoor. Maar voor de rest zijn er geen minpunten. Het is soms ook te koud, maar dat is hier ook zo. Ik ben een paar keer in België geweest en ik moet zeggen dat de wegen waren echt slecht. Dat zeggen alle Nederlanders inderdaad. Ja. Als je daar rond hebt, heb je daar niet zoveel last van, want dat is het enige dat je kent. Maar het is er een groot verschil met Nederland, dan wel, ja. Minpunten? Van België? Het weer. Nee. Voor de rest minpunten, nee. Wat is er zo slecht aan het weer dan? Aan het weer? Heel veel regen. Ja. De voorbije periode vooral, hè. Terwijl vorig jaar was dan wel weer heel goed. Ja, het is gewoon te afwisselend. Ja. Maar is dat hier dan niet hetzelfde? Ik denk het wel. Ah ja, oké. Minpunten, het is een beetje koud. Ja, dat is wel echt een beetje een nadeel. Ja. Het is nu wel het eerste zonnetje, maar... Ja, het weer eigenlijk ook niet heel slecht. Nee, eigenlijk... Aan de andere kant, de minpunten of misschien dingen die iets minder leuk zijn. Bijvoorbeeld dingen die in Rusland of in Turkije heel normaal zijn, die zijn bij ons een luxe. Zoals... Taxis zijn in Nederland heel duur. Ook het eten is in Nederland in de restaurants heel duur. Dus de meeste Nederlanders eten gewoon thuis, denk ik. De meeste Nederlanders eten niet buiten. Want dat is veel te duur. Ik eet gemiddeld ook misschien maar één keer in de maand of zo buiten. Heel veel mensen zeggen dat er geen armoede is in Nederland. En het is misschien ook echt laag vergeleken met andere landen. Maar je kunt niet zeggen dat het er niet is. Het is er gewoon echt. Er zijn mensen die moeilijk rondkomen. En ja, dat moeten we ook gewoon accepteren. Dus voor jou persoonlijk is er niks wat jij zou veranderen? Er zijn genoeg grote problemen, bijvoorbeeld ongelijkheid en zo. Maar of dat nou specifiek met Nederland te maken heeft, ik denk het niet. Discriminatie, dat soort dingen. Ik denk dat dat niet alleen, dat behoudt zich niet tot de Nederlandse grenzen. Dat is een groot probleem, ik bedoel overal. En dat is niet specifiek voor Nederland gebonden. Nee, absoluut niet. Ja, hier in Nederland, als je zou kunnen kijken, bijvoorbeeld monarchie. Zou je kunnen afvragen, hebben we dat nog nodig? Wat is daar de functie nog van? Maar dat is niet iets wat mij direct raakt. En dat is niet iets wat voor mij Nederland minder goed maakt. Dus wat dat betreft, ik denk echt dat we trots mogen zijn op Nederland. En ik ben helemaal niet zo nationalistisch of zo. Maar ik denk dat we het hier goed hebben. Wat ik aan Nederland niet zo waardeer, is het feit dat het leven hier heel individualistisch is opgericht. En dat mensen minder ruimte hebben voor tussenmenselijke relaties en persoonlijke groei op bepaalde aspecten. Dus dat, dat het leven van mensen veel samenvalt met hun werk. Er zijn geen minpunten? In Nederland jawel. De lat ligt hoog. Prestatiedruk. En het is heel erg handig als je een opleiding af hebt gemaakt. Hè? Of als je moet er wel echt voor gaan, anders dan lukt het niet. Dus ik snap wel dat het in Nederland dat het ook niet makkelijk is. Wat we van elkaar verwachten. Dat is gewoon heel belangrijk, zeg maar. Ja. Dat vindt u jammer of dat vindt u goed? Dat is meer dat ik me dat steeds meer bewust ben. Dat zo is. Soms moeten we dus ook wel een stapje terug gaan en een beetje relaxen. Dat je goed nadenkt wat echt belangrijk is. Vrienden zien, familie zien, naar een park kunnen en niet allemaal dingen kopen. Dat denk ik. Ja. Nou, de meningen waren over het algemeen heel positief. De mensen vonden het heel moeilijk om iets slechts over Nederland te zeggen. Ik hoop dat jullie van deze aflevering genoten hebben en hopelijk tot de volgende keer.